Sinds ruim een jaar kunnen klanten van supermarktketen Lidl ervoor kiezen om hun statiegeld te doneren aan de voedselbank. Dat kan door op de speciale donatieknop te drukken van het apparaat dat de flessen inneemt. Normaal gesproken zou ik het gewoon nooit doen, maar ja, er zit gewoon één druk op de knop en ja, dan is het al gedaan. Dus het is gewoon eigenlijk heel makkelijk en dat is voor mij eigenlijk gewoon een hele goede reden om het op die manier te doen. In Nederland zijn er gewoon genoeg mensen die dit kunnen gebruiken. En dat ik daar een steentje aan bij kan dragen door middel van één druk op de knop, dat vind ik geweldig. En de actie heeft haar vruchten afgeworpen. Donderdag kregen vrijwilligers en bestuurders van Voedselbanken Nederland een cheque van maar liefst €500.000 overhandigd. Mijn mond valt ervan open. Echt, zo'n groot bedrag. En zo'n bedrag wat we echt ontzettend goed kunnen gebruiken. Alleen maar blijdschap dat enerzijds bedrijven in Nederland zoals Lidl de mogelijkheid bieden om zo'n actie te doen. En anderzijds al die klanten van Lidl, gewone Nederlanders, die in plaats van het statiegeld zelf mee te nemen, het doneren aan de voedselbank. Echt, daar krijgen we een heel warm gevoel van. We hebben besloten om met de voedselbank samen te werken als Lidl, omdat wij filialen hebben verspreid over het land, midden in de maatschappij staan, letterlijk. En dus ook heel erg goed zien wat er in de maatschappij speelt, wat er gebeurt. En wat we hebben gezien is dat heel veel mensen hulp nodig hebben van de voedselbank. En toen hebben we gedacht, ja, dan willen wij ook heel graag de voedselbank helpen. Het aantal mensen dat gebruik maakt van de voedselbank is het afgelopen jaar met ruim 11% gegroeid. De kosten van de organisatie namen daardoor snel toe. Onze verwachting is dat we de komende jaren nog steeds fors zullen blijven groeien. Niet omdat het per se economisch slechter gaat, dat weten we niet. Maar ook omdat we een grotere groep mensen die in armoede leven graag willen helpen. Dat hangt natuurlijk wel vanaf of we voldoende voedsel kunnen krijgen. Maar ook of we voldoende geld bij elkaar kunnen krijgen. Want om al die 158 voedselbanken elke week opnieuw een voedselpakket te kunnen laten maken, ja, daar is heel veel geld voor nodig. We vinden het werkelijk fantastisch hoeveel geld onze klanten samen bij elkaar opgehaald hebben. Heel veel klanten hebben de afgelopen periode op deze knop gedrukt, doneer, doneer voor de voedselbank. En doordat zoveel klanten dat hebben gedaan, kunnen we nu namens onze klanten €500.000 aan de voedselbank doneren. Dus ja, echt klanten van Lidl bedankt voor deze hele gulle gift. Naast de geldinzamelingsactie doneert Lidl in alle regio's groente en fruit aan de voedselbanken. Het gaat per jaar om zo'n 400.000 kilo.